Waar zijn deze mensen nou weer mee bezig? Oh, die bank, dat gaat toch nooit passen? Dit is een kleine auto met een bank en dan verwacht je dat dat er allemaal ingaat of zo. Oh, deze mensen zijn zo dom. Ik kan hier gewoon niet naar kijken. Inderdaad, we kijken vandaag naar de domste mensen op het internet. Oké, wat hebben we hier dan weer? Een vuilniszak en die gaat ze erin gieten. Nou, dat gaat helemaal fout. Hoppakee, al het afval eruit ook. Dit was niet heel slim. Oké, wat hebben we hier? Oh, zo'n bal. Oh, ja, daar gaat de lamp. Oh, wat vervelend. Dit moet je ook gewoon buiten doen, want anders gebeurt er dit. Wat hebben we hier? Een man met bokshandschoenen. Ja, oh, dat raam gaat kapot. Oh, ja, zijn tv en oh. Waarom doe je dit? Hij heeft voornamelijk pijn volgens mij. Ik weet niet eens of dat er wat kapot is gegaan. Hier, bam. Oh, ja, dat doet gewoon pijn. Waarom doe je dat ook? Waarom sla je niet? Je hebt bokshandschoenen aan. Als ik op de verjaardag zou komen van deze gast, zou ik hem bokshandschoenen geven, maar dan voor aan zijn voeten. Dan doet het misschien iets minder pijn. Wat is dit? Oh, waarom doe je een telefoonflip boven het water? Oh, ben je helemaal... Oh, hier word ik zo triggerd van, hè. En wat is dit dan weer? Oké. Oh, ja. Hey, oh, nee. Die zag je niet aankomen. Hij doet er gewoon een triksel. Let's go, in de beker. En bam, hij slaat gewoon de lamp kapot. Uit blijdschap. Die blijdschap heeft niet zo heel lang geduurd, denk ik. Wat is dit dan weer? Oké, hij zet de vuilnisbak buiten en hij gaat erop zitten. Oh ja, maar wat verwacht je? Je verwacht toch niet dat je daar echt op kan klimmen? Deze mensen zijn zo dom. Oké, wat is dit dan? Oké, dan wordt hier wat... Oh, iemand moet iets opvangen, 100%. Wat gaat er gebeuren? Ik ben benieuwd. Het is een slow motion video. Altijd leuk. Oh. Ja, dat was niet helemaal de bedoeling. Ja, die gooide mis. In dit soort restaurants moet je ook nooit nieuwe kleding aan doen. Ze worden gegarandeerd vies. Wat doet deze gast? Hij wil een pakketje op een balkon gooien of zo. Oké. Oh nee, dat gaat helemaal... Oh nee, en dan landt daar op het dak. Ja, dat is ook niet zo slim, hè, meneer. Nee. Zie dat pakketje nou maar eens van het dak af te halen. Oké, deze auto... Oh nee, die komt net terug van de... Oh nee, van de autogarage. Hij krijgt net zijn auto terug en dan gebeurt er dus dit. Dit is ook niet het slimste wat je kon doen. Zet hem dan op zijn minst even op de handrem en doe het gewoon even rustig aan. Maar nee, joh, deze gast die denkt van... Hey, boeien. De man van de garage is er nu toch, dus hij kan gewoon weer gelijk mee terug. Wat is dit nou weer? Oké, deze gast die... Oh, hij breekt zo'n zwembad en dan komt het er dadelijk in één keer allemaal uit of zo. En dan wordt hij meegesleept door het water. Met een hakbel, want dat best gevaarlijk is ook. Hier, hoppakee, bap. Oh ja, wat verwacht je, kerel? Wat verwacht je? Was dan op zijn minst daar in je zwembroek gaan staan of zo. En heel je tuin is meteen overspoeld. Echt, sommige mensen zijn gewoon te dom. Oké, wat hebben we hier dan weer? Een mooi huis met een pakketjesbezorger of wat dan ook. Oké. Nice. Oh nee, is een auto die staat niet op de handrem en ja, daar zit niemand in. Pff, hij komt er dadelijk achter dat zijn bus gewoon wegrijdt. Oh nee, waar is mijn bus, denkt hij? Waar is mijn bus? Sowieso dat hij er achteraan gaat rennen. Ja, daar gaat hij al. Op deze manier zijn pakketjes afleveren best wel duur. Oké, we hebben hier iemand met de gitaar. En wat ga je doen met de gitaar? Gaan we zien. Ik ben heel benieuwd. Oh nee, hij valt gewoon kapot op de grond. Auw. Een gitaar is er ook om muziek mee te maken en niet om er van dit soort onhandige stunts mee te gaan doen. Oh, dit gaat natuurlijk ergens door een raam. Bam, hoppakee. Oh, bij de buren door de deur heen. Oh. Jij krijgt ruzie, vriend. Hele erge ruzie. Ik denk dat een bosje bloemen geven niet genoeg gaat zijn. Oké, wat gaat hier gebeuren? Bam, hop. Oh nee, daar gaat zijn eten. Ja, die stunt zag er in zijn hoofd waarschijnlijk veel cooler uit dan dat hij ging. Nu is zijn toetje weg. Wat is dit dan weer? Oeh. Oh. Ja, op deze manier verhuizen is ook niet heel slim. Wat dacht je dat er ging gebeuren? Ik zie nou pas de hele setting. Kijk, hier, hoppakee, met een touw. Nee, dat gaat niet lukken. Oh. Ja, dat is jammer. Ze hadden hem beter via de trap naar beneden kunnen tillen. Want dit was echt nooit goed gegaan. Wat is dit dan weer? Then I bleached my bangs and this is where I fucked up because I was singing Frozen with heat on my hair and went over the parts that were already bleached. Oh nee, al de haar valt er van af. Ja, daarom moet je haar nooit zelf bleken. Ga naar de kapper. Die doet het best goed voor je. Vraag het maar aan mij. Of ja, niet dat mijn haar er nu uitziet. Maar het valt er in ieder geval niet vanaf. Nog niet. Deze gast is lekker aan het jansen. Yeah. Oké. Oh, oeh. En dan gaat zijn telefoon. Ja, die telefoon die wilde ook even meedansen, denk ik. Wat hebben we hier? Oh, hier zit allemaal water in natuurlijk. En dat krijgt hij allemaal over zich heen. Oh, sneeuw. Oeh, dat is nog best gevaarlijk, joh. Oh. Ja, sneeuw kan best veel wegen. En deze gast die heeft het geweten. Wat is dit dan weer? Oeh. Hij wilde de lamp raken of zo. Wat wilde hij doen? It's called timing your jump. Oh nee, wat? Oh nee, hij gaat... Oh ja, en dan valt het gewoon helemaal kapot op de grond. Oh. Wat ontzettend onnodig dit vooral. Ik snap ook niet zo goed wat hij nou wilde doen. Oké, wat is dit? Ze klimt in een koelkast.
Oké. Okay. Oeh. En ze gaat vol op de plaat. Hé. Hey. Nice. Oké, okay, wat hebben we hier dan weer? Hij gooit hier... Oh, hij wil iets naar beneden gooien. Hij doet net alsof. Oh. Oh, nee. Nee. Hij wilde het super hard gooien, maar hij gooit vol door zijn raam heen. Dit had hij ook zo goed aan kunnen zien komen. Hij doet nu nog even zo van... Oké, okay, zo ga ik hem dadelijk gooien, weet je wel. En dan... Bam. Ja, het is wel een grappige video. Maar dit was gewoon zo'n slecht idee. Oké, okay, wat gaan we hier zien? Oké, okay, lekker eten. Bam. Oh, ja, mis. Helaas. Mis. Oh, weer mis. Gaat hij nog iets vangen of niet? Oh, nee. Ah. Hij gaat vol op zijn plaat. Ja, deze video is wel echt geniaal. Kijk dan. Hoppakee, vangen. Nope. Vangen. Nope. En nu denkt hij van, oh, shit, ik vang helemaal niks, man. En dan, oh, hij doet iets te veel zijn best. En ja, daar ga je dan. Niemand had verwacht dat dit tijdens het eten zou gebeuren. Deze man gaat op een auto staan en... Oh, dit glas gaat sowieso breken of zo. Oh, nee. Oh, waarom doe je dat nou? Ja, er zitten sterren in je... Oh, in je ruit. Oh, ja, tuurlijk gebeurt dat. Je moet er ook niet op gaan staan. Waarom zie ik trouwens zo vaak dit soort filmpjes op het internet? Ik heb echt al meerdere uitvoeringen gezien. Mensen die gewoon over het glas heen lopen en denken dat het een goed idee is. Mensen die dit doen. Waarom? Waarom? Zeg maar, het feit dat het gefilmd wordt zegt al genoeg. Want dan denken ze van, dit gaat sowieso fout. En nou ja, dat gaat het ook. Ik vergat dat ik tomatensoep aan het maken was. Oh jeetje, het is gewoon helemaal aangekoekt, joh. Oh ja, daar gaat je tomatensoep. Zo zonde dit. Oké, okay, wat is dit dan weer? Hier zitten allemaal mensen te oh, wat? Wat helpt het ook om als meermin-man je mondkapje zo te doen? Hij lijkt er wel echt op zo, ja. Net als dat hij een zeester op zijn neus heeft. Oh, nee. Oh, ze hebben het plastic niet van het eten afgehaald. Oh, dat is... Oh, dat zit gewoon vast. Ja, dat krijg je er niet meer af. Heel je magnetron kapot. Verpest gewoon. Ja, dat wordt een nieuwe halen. Dat is ook niet zo slim, hè? Video's die je blik op het leven veranderen. Oké, okay, ik ben benieuwd. Laten we maar eens gaan kijken. Hé, hey, laat het gewoon zien. Doe niet zo... Kom op. Goed zo. Oh, oh, ja, dat werkt niet. Heeft iemand dat gezien, denkt hij? Dat was echt de meest domme actie ooit. Maar ja, ik moet wel zeggen, soms vergeet je ook wel echt dat je je mondkapje op hebt. Okay? Ask people, what is the smallest country in the world? Oh, wat is het kleinste land ter wereld? Paris? 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 Oké, okay, oh, yeah. Good. But Paris, where's Paris? Nice. The one in Vegas or the one in Italy? Italy. Ja, ja, ja. Italy, nice. They're correct. Heel nice. Wow, hey, let's go. Parijs is geen land, het is de hoofdstad van Frankrijk. Hoe kun je zo dom zijn? Oh nee, zijn ze nou met water de binnenkant van een auto aan het schoonmaken? Dit meen je toch niet? Dit is gewoon echt, dit is echt een nachtmerrie gewoon. Stel dit is jouw auto en je denkt van, hé, hij is in goede handen, hij wordt niet schoongemaakt. Ja, lieverd, ja, de auto is bij de schoonmaker. Dat komt helemaal goed. Die autostoelen worden nu helemaal volgezogen met water. Dat moet je echt niet willen. Dad thought it was a sun pattern and wore it to church. Oké, okay. Oh nee, oh nee, nee. Haar vader dacht dus dat het de zon was wat op de blouse stond, maar het zijn allemaal vrouwen. Ja, je ziet het. En dan heeft hij het ook nog eens aangehad toen hij naar de kerk ging. Hé, hey, deze man moet gewoon wat beter kijken naar wat hij koopt. Oh nee. Oh, hij moet dus verf of zo over zichzelf gooien. En oh, dit krijg je niet meer van je af, hè. Oh, dit is ook zo slecht voor je ogen trouwens. Oh, yo, het hele water wordt gewoon blauw. Oh, nee. Kijk ook hoe dat hij uit het water komt. Kijk dan, joh. Kijk, hij gaat een lekker kopje onder dadelijk. En dan komt hij weer naar boven. En dan is hij gewoon nog steeds net zo blauw als eerst. Hier, hoppakee. Nog blauwer zelfs. Hier. Hoppakee. Hij is gewoon een smurf geworden. Wanneer je te veel tijd op je werk spendeert. Oké. Okay. Oh, met een pasje. Oh, ja. Ja, automatisme, mensen. Ik heb zelf zo'n druppel om de deur open te maken. En ik was laatst bij mijn ouders thuis en ik gebruikte dat ding ook. Echt, hoe dom kan je zijn? Gelukkig was het niet gefilmd, anders zat ik ook in deze video. Hoe moeilijk is het om een biertje open te maken? Nou, dat gaan we zien. Oh, andere kant, zegt hij. Oh, nee. Nee, je moet hem zeg maar kantelen en zo dat kleine stuk zeg maar onder het dopje en dan dat grote stuk erboven. Het is niet moeilijk, het is niet moeilijk. Oh, en ze is ook nog een surgeon. Oh nee, oh, het gaat nog steeds fout, hè. Het gaat nog steeds fout. Kom op, kom op. Ja, bijna. Juist, goed zo. Hey. Oh, daar ging mijn mic. Nou, alsnog, applausje. Klik hier voor de domste mensen ter wereld. Vergeet zeker niet te abonneren voor elke dag een gratis video. En je moet snel zijn, want deze video gaat weg in 3 seconden. Dus 3, 2, 1 en je hebt nog steeds niet geklikt. Maar wacht, joh.